De verschillende fracties in de Nationale Assemblee hebben vandaag stilgestaan bij de bijdrage die Shul Ayodhya heeft geleverd aan de Surinaamse maatschappij. Behalve dat Ayodhya vicepresident en minister van Justitie is geweest, was hij ook DNA-lid van 2005 tot en met 2010 namens de VHP. ABO-parlementariër Obed Kanapé stond stil bij het leiderschap en de doorzetting van Shul Ayodhya. NDP-parlementariër Rabinder Parmisser wees erop dat Ayodhya iemand was die altijd partijen bij elkaar wilde brengen. Dit moet een les zijn voor de politiek van vandaag. Daarnaast stond hij stil bij de bijdrage van Ayodhya aan de nieuwe kieswet. We hopen dat onze Surinamers, de jonge Surinamers zoals ik die opkomen, dat we veel mogen leren van de kennis, de ervaring die heeft gedeeld met ons. We delen zeer, zeer het droevig moment met die hele samenleving, meneer de voorzitter. We memoreren onze Ratan Kumar voor zijn bijdrage die hij ook in dat opzicht heeft geleverd, waarbij we nu naar een nieuw kiesstelsel hebben. En vanmorgen hebben we bereikt dat de uitvoeringsbesluiten ja, straks ingediend zullen worden. We kunnen veel praten, maar laat hij een voorbeeld zijn. Wat ik eerder zei, ik heb de behoefte om te herhalen dat hij altijd naar verbindingen zocht, compromissen, om met elkaar als samenleving, als mensen door te gaan. Zo zal hij bij ons blijven, in onze gedachten, als voorbeeld voor velen. NPS-parlementariër Gregory Rusland zei dat de NPS een historie heeft met Shul Ayodhya. VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin zegt dat Ayodhya een politicus van formaat en een staatsman is geweest. Een bekwame jurist en een standvastige VHP'er. Tijdens de periode van president Venetiaan, de heer Ayodhya, heeft gediend als vicepresident van de Republiek Suriname. Ik moet zeggen dat ik ook zelf contacten heb gehad met de heer Ayodhya. Iemand die toch wel deskundig zijn zaken aanpakte. Iemand die rekening hield met de politieke realiteit en de omstandigheden waarbij wij in ieder geval ervoor moesten zorgen dat wij gezamenlijk konden werken aan de ontwikkeling van dit land. Ik denk dat in de afgelopen dagen, in de rouwdiensten, maar er diverse sprekers hebben aangegeven wat de heer Shul Ratan Kumar Ayodhya betekend heeft voor de Surinaamse samenleving. Maar wat we graag zouden willen oproepen naar zeker de jongeren toe in de politiek, om kennis te nemen van de wijze hoe hij zijn bijdrage heeft geleverd aan opbouw van dit land. Ook de coördinator van de regering in de Nationale Assemblee vandaag, minister Krishna Kumari Mathura, stond stil bij de bijdrage die Shul Ayodhya heeft geleverd. Ze benadrukte dat Ayodhya een moedige, dienstbare en betrokken leider en politicus was, die impact heeft gehad op het bestuur van het land en de politiek. Hierna werd er 1 minuut stilte in acht genomen als teken van respect en eerbetoon aan Shul Ayodhya.